ze kwamen achter, wanneer ik doof was, was toen ongeveer 1 jaar was, hebben ze getest met een ballon. En mijn broer ging wel huilen en ik niet. Toen dachten ze, oh, dat klopt helemaal niet, dat is niet de bedoeling. De 19-jarige Sam is doof geboren, maar dit is volgens hem geen belemmering. Hij gaat zijn dromen achterna en heeft laatst zijn eerste korte film geproduceerd. Ik heb in de samenwerking met Blijn Bioscoop een korte film mogen maken. Voor de dag van de Blijn Bioscoop, Come Into Your Sense. Die korte film gaat eigenlijk over een dove jongen en een serveerster die hem ziet zitten, maar die niet weet dat hij eigenlijk doof is. Hoi, Lauren. Ja, de boodschap van het filmpje is dat het iedereen is asociaal eigenlijk. Want dove mensen kunnen gewoon niet alles horen. Dus als je tegen diegene zit te praten en die reageert niet, is het niet per se omdat die geen zin in heeft. Hij kan ook gewoon niet horen. Sam heeft leren leven met zijn doofheid. Maar toen hij ouder werd, ervoer hij wel steeds meer belemmeringen. Maar op een gegeven moment werd ik wel naarmate wel wat ouder en toen merkte ik wel dat ik wel mee wilde volgen en zo. Of ik hoorde de grapjes pas later en dan was ik de enige die aan het lachen was en de rest niet. Dus dat is wel de belemmeringen die ik soms wel tegenkom. Maar ja, daar heb ik ook mezelf bij neergelegd. Sam heeft op jonge leeftijd al zijn eerste film gemaakt, maar wat hoopt hij voor de toekomst? Maar het zou wel top zijn, echt een hele lange film, dus echt gewoon een film die je in bioscoop. Dat er een keer mijn naam er ook op staat.